de Nationale Dragenmaandag is hier georganiseerd door de Dragersvereniging van La Prosperité, Bersaba, onder leiding van Bertus Plet. Er hebben 14 dragersverenigingen over het hele land hebben geparticipeerd aan deze Nationale Dag. Dit is het resultaat. Duizenden mensen die er niet alleen mensen vanuit de plantage, nazaten van de plantage, maar ook anderen uit verschillende districten zijn hier vandaan. Lang leven kolonie! Lang leven kolonie! Roeping om aflegger te worden of om delver te worden, dat is een roeping, dat doe je niet zo 1, 2, 3. Maar wat we hebben in de plantage is dat die overdracht plaatsvindt van huis uit, weet je, en de belangstelling dan zo wordt aangewakkerd, gekoesterd, de training volgt, on the job. En zo hebben we inderdaad, we zijn er trots op dat we heel veel jongeren hebben, behorende tot de verschillende groepen. Dus de man voor Houdi Mihikrastini praxeert voor Kong en Awakisi zijn de kondre maafvoet in de Brana Massisa in Amaron gebied in gebruik. Dit is maf de dede. Dit is ons heilig. Dit is iets dat we, waar we heel zorgvuldig mee omgaan, heel waardig mee omgaan. De dood betekent voor ons een moment om inderdaad grani te geven, eer te geven aan de overledenen. En dat doen we op verschillende wijzen. Ik denk dat we het moeten koesteren. Het is een heel uniek gebeuren. Het wordt heel erg hoog gehouden in verschillende gemeenschappen. Ik denk dat we als land Suriname dit een van onze exportproducten kon zijn. Het kan een toeristisch evenement worden. Marius Rus, mooi! Hallo! Marius Rus, hallo! Cultiveren, tot een product gaan ontwikkelen die we inderdaad gaan verkopen aan de wereldgemeenschap. Want het is uniek, het is fantastisch en het is waardig om inderdaad te helpen ontwikkelen met de doelgroepen samen tot een nationaal product.